Fantastisch dat je kijkt en of luistert in de podcast of via de nieuwe media, via het internet. En ik ben in gesprek met Wilkin van den Kamp. Een hele goede vriend, Wilkin. Ja. Ik geniet ervan om bij te zijn en met je te kletsen. En dat gaan we nu ook doen. En we willen mensen meenemen in ons gedachtegoed, in jouw gedachtegoed. En het eerste eigenlijk waar ik met je over in gesprek wil zijn, is wie je bent in Christus. Je hebt daarover geschreven. Het is een van je favoriete onderwerpen. Ik heb genoten vanaf de eerste rij in de zomerweek met dat mooie t-shirt. En heel beeldend hoe je dan vertelt wat het inhoudt om echt in Christus te zijn. En ik weet nog goed dat ik tegen jou zei in de wandelgangen tijdens een van de conferenties van, volgens mij begin ik nu een beetje te snappen van wat het nou inhoudt. Yeah. En dat is dan, ja, heeft me toch wel, wat, ik weet niet meer wat ik zei, maar 2 of 3 jaar gekost. En toen zei je, nou, mij heeft het 30 jaar gekost. 30 jaar gekost. Ja, ja, absoluut. Ja. En jij zei dat en toen dacht ik van, oh, maar dan is het helemaal niet zo erg dat ik het allemaal nog niet zo goed snap. Nee. Kun je ons eens meenemen in die reis? Omdat het inderdaad, dingen zijn zo ingegrift in je systeem, voordat dat helemaal ontmanteld is en voordat je echt snapt, wat heeft God nou bedoeld met dat nieuwe verbond? Gewoon jouw reis, jouw kijk daarop. En waarom heeft het 30 jaar geduurd? Ja, ik weet nog wel, want 30 jaar geleden werd er ook gesproken en geschreven over wie je bent in Christus. In Nederland waren de boeken van Neil T. Anderson, Dr. Neil T. Anderson, wel bekend, denk ik. Ja. En toen heb ik eens op een rijtje gezet wat hij er allemaal over schreef. En dat was 1 A4'tje uiteindelijk. Waarin hij echt letterlijk schrijft over wie wij zijn in Christus. 1 A4'tje. Maar toch bracht me dat geen voldoening. En toen ben ik leiders in binnen- en buitenland gaan vragen, kun je me nou vertellen wat het betekent dat ik in Christus ben? Wat betekent dat? Ja. Nou, toen zei iemand bijvoorbeeld dit. En dat heeft me helemaal op het verkeerde been gezet. Hij zei, als je doet wat Jezus wil, dan ben je in zijn wil en dan ben je in Christus. Maar dat is voorwaardelijk. Ja, en dat maakt je enorm activistisch. Ja. Dus toen gingen we met een aantal voorgangers uit Nederland naar de grootste kerk van Europa. En die pastor die zei, nou, als je een goede voorganger wilt zijn en je wilt Jezus volgen, dan moet je minstens 1 uur per dag bidden. Nou, als je mij kent, toen zei ik, ik ga 2 uur per dag bidden. Ja. En toen zei hij, en als je echt een goede voorganger wil zijn, en ik wil in de wil van Christus zijn, ik wil in Christus zijn, moet je 1 nacht per maand in gebed gaan. Hmm. Nou, ik ging 2 uur, ik stond 's morgens om 6 uur op, tot 8 uur, in mijn woonkamer. Was dat die man die zei van, je moet je voeten in een teltje koud water en je handen tegen de warme kachel, dat als je in slaap sukkelt, dat je alert blijft? Ja, of iemand, een vriend van me, die ging gewoon op de fiets door de stad rijden, de hele nacht. En dan ontmoeten we elkaar daarna weer. En we waren allemaal back off, we waren moe. En is dat dan in Christus zijn? Maar wel met het verlangen om dus in Christus te zijn. Ja, ik wilde weten wat het is. En je wilt dicht bij Jezus zijn. En je wilt Jezus volgen. Ja, je wilt alles voor doen. Ja, ja, natuurlijk. Ja. Bij mij kwam de grote verandering. En ben ik al wel vaak op het verkeerde been gezet, hoor, over het thema. Toen ik ontdekte in Christus, dat betekent, zoals de Engelse vertalingen zeggen, in union with Christ. Hmm. Of in eenheid met Christus. En dat heeft mij wel geholpen. Maar het is een heel proces geweest, en waarin ik nog maar misschien zeg 5 jaar geleden of zo ontdekte. Ik had het altijd over Paulus en Johannes, die spreken al 200 keer over wie we zijn in Christus. En ik heb het allemaal uitgeplozen en ik heb er een boekje over geschreven. Nou, dat ging helemaal los, dat boekje. Viral, zouden we zeggen. Ja, dat kan niet met een boekje. Nee. Ja, ik wou zeggen, je hoorde het. Ja. Maar toen dacht ik, hoe komen Paulus en Johannes nou aan die uitdrukking in Christus zijn? En ik las het evangelie van Johannes nog een keer door. En toen zag ik, het is een term van Jezus zelf. Maar Jezus zei natuurlijk niet, ik zal jullie vertellen wie ik ben in Christus. Dat kan niet. Nee. Hij zegt, in Johannes 14 zegt hij het, en in Johannes 6 ook. Dat is eigenlijk de eerste keer, maar die laat ik even liggen. Johannes 14 zegt hij, ik ben in de Vader en de Vader is in mij.
wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dan dacht ik, oké. Dus Jezus zei niet wie ik ben in Christus, wie ik ben in de Vader. De Vader en ik zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ja. Een eenheid. Mijn eenheid met de Vader. Je kunt Jezus niet loszien van de Vader. Maar dan zegt hij in Johannes 14, vers 20, maar met Pinksteren, dan zullen jullie zien dat jullie in mij zijn en ik in jullie. Hmm. Dus zoals Jezus zegt, ik ben in de Vader en de Vader is in mij, zeggen wij, ik ben in Christus en Christus is in mij. Ja. En toen hoorde ik me op het podium, door er gewoon heel vaak over te spreken, ga je dingen zeggen. Je preekt dan ook tegen jezelf, hè? Absoluut, ja, altijd. Ja, soms ben je aan het ontdekken en dan denk ik wel van, oh, dat was een goeie, die moet ik opschrijven. Ja, zo staan al mijn boeken. Ja, heerlijk. Zo van, en toen zei ik op het podium, zoals je Jezus nooit meer los kunt zien van de Vader, zo ziet de Vader jou nooit meer los van Jezus. Ja. Hij ziet je altijd in eenheid met Jezus. Wat Paulus zegt, je bent bekleed met Christus, omgeven door Christus. God ziet jou nooit meer los van Jezus. Maar we mogen geen high five doen. Ah, wat jammer nou. Ah, we kunnen het zo. Coronatijd gaat voorbij. Maar ook de duivel, de boze, ziet ons nooit meer los van Jezus. Nee. En dat is het geheim. Het maakt je niet activistisch. Het brengt een enorme rust in je leven. Ja. God ziet mij altijd in Christus. Dus en dan zegt hij, je bent perfect in mijn ogen. Als ik je goed begrijp, dan zeg je, ik kom vanuit een bewegende stroming, waar ik echt het idee had en ook onderwezen kreeg, je moet er wat voor doen om in Christus terecht te komen. Ja. En heb je eenmaal die status, dan kun je hem zelfs verliezen als je dus je niet houdt aan die uren gebed of als je bepaalde voorwaarden niet hanteert. Kunnen jullie nog niet 1 uur met mij waken? Nou, dat werd zo gezegd. Ja. Met heel veel leiders, we hebben allemaal gehuild, ook ik. Ja. En ik heb dat 2 jaar gedaan. Hè? Twee jaar heb ik elke ochtend 2 uur gebeden. En ik moet zeggen, het is een super tijd geweest. Ja, ik kon wel 2 uur bidden, maar ik kon geen 2 minuten stil zijn. Ja, dat is heel herkenbaar. Ja. Kijk, en ik persoonlijk denk altijd, ook al die jaren van actie aan onze kant, je maakt wel ruimte om van God te ontvangen. Oh, jawel. En God doet alles, medewerken ten goede voor degene die hem liefhebben. Ja, ja. Maar de ontdekking, dat als je op dat punt komt, dat je denkt, ja, maar ik heb eigenlijk helemaal niet dit allemaal hoeven doen om in Christus te komen. Hey. Ik ben het al die tijd al geweest. Ja. Dat is voor mij persoonlijk ook wel een beetje een mokerslag geweest. Mm-hmm. Omdat je komt ook op een soort punt van, ja, maar was dan alles voor niks? Heb ik dan zoveel verkeerd begrepen? Heb ik dan echt al die uren en al dat investeren? Want het is bijna een beetje zo de rouwen. Dat je toe moet geven. Ja, maar, u bent genoeg. Mm-hmm. Heb ik mezelf dan al die tijd voor de gek gehouden? Herken je daar ook iets van? Ja en nee. In die zin van, ja, ik herken het natuurlijk. Die 30-jarige reis die ik heb gemaakt, in dit opzicht, hoeven anderen misschien niet te maken. Ja, dat is het voordeel. Maar daardoor dat jij heb je wel geleerd nu om het, denk ik, eenvoudig te communiceren en uit te leggen. Ja. En daar kunnen we nu ongelooflijk veel mensen mee helpen. Ja, maar dus ik zie altijd het voordeel. Ja, dat is wel heel mooi. Ja. Maar ook het kunnen uitleggen, hè, van wanneer merk je dat je leeft vanuit die zekerheid. Ja. Of dat je toch weer schiet in het oude patroon van vandaag wel en morgen niet. Ja. Want dat is een beetje waarin ik ook ben grootgebracht. Mm-hmm. Ik herken een heleboel dingen van die je zegt. Maar dan is het verbond eigenlijk heel voorwaardelijk, hè? Ja, zeker. Dan kun je dus vandaag in Christus zijn. En morgen niet. Ja. Of straks niet als je een fout maakt of je zegt iets lelijks. Ja. Hoe werkt dat? Ben je permanent in Christus? Want ik hoorde je net even zeggen, je bent perfect, punt. Mm-hmm. Kan ik dat zo zien? Ja, kijk, ik vind het mooi dat Paulus zegt in 1 Korinthe 6, hè, heeft hij het over schrijft hij zijn brief aan de gemeente die hij gesticht heeft in Korinthe, een havenstad. Nou, als je ziet wat er in Korinthe allemaal gaande is, wat er misgaat in die gemeente. Nou, dan zie je, een zuivere kerk bestaat niet. En zeker niet in de dagen van Paulus. En tot op de dag van vandaag is dat ook niet zo. Nee. En dan zegt hij, hè, jullie waren hoerenlopers en jullie waren dronkaards en nog veel ergere dingen en noem maar op. Maar jullie zijn dat geweest. En dan zegt hij, zo mooi, 1 Korinthe 6 vers 11 uit de NBV. Maar jullie zijn rein,
gereinigd, jullie zijn geheiligd en rechtvaardig verklaard. Hmm. Dus omdat God je nu in eenheid met Christus ziet, natuurlijk door je wedergeboorte, hè, ja. Door je wedergeboorte, ja. Je oude mens is gekruisigd. David is niet gekruisigd, je oude natuur is gekruisigd en je bent Christus opgestaan als een nieuwe schepping in Christus. En dan ben je dat pasgeboren babytje, moet omkleed, omhuld worden. Dat is Christus, het beste kleed uit de gelijkenis van de verloren zoon. Mm. En dus Paulus zegt, jullie zijn rein in Christus, heilig in Christus, rechtvaardig in Christus. Rechtvaardig betekent dat God je goedgekeurd heeft. En aanvaard als zijn geliefde. Dat vind ik wel heel mooi dat je dat maar zegt. Niet omdat je zo goed je best hebt gedaan. Omdat je geprobeerd hebt zo puritistisch en heilig te leven. Nee, maar om wat Jezus heeft gedaan. Ja. Dus je bent niet heilig, je bent heilig in Christus. Je bent niet rein, want je hebt wel af en toe een onreine gedachte. En je vlees is er ook nog altijd. Hè? Ja. Dus je oude mens is gekruisigd. Of je zondige natuur, die is er nog. Maar ja, ik zeg wel eens van, die zondige natuur, die moet je kruisigen. Die is dus dood. Gekruisigd maar houden. Die, maar ja. Die van mij, die staat af en toe op uit de dood. Ja, dat is horror, hè? Dat is dan niet dat Jezus. Dat is een zombie in je, ja. Ja, maar ik denk dat dat wel eens, ja, zeg maar... die strijd is er zeker. Nou, maar ik denk dat dat ook de strijd is die veel mensen niet begrijpen. Als je zegt, je bent rechtvaardig. Mm-hmm. Überhaupt dat woord is ingewikkeld, hè? Daarom zeg ik goedgekeurd en aanvaard. Dat klinkt al veel makkelijker. Dat begrijpt iedereen. Ik ben goedgekeurd. Ik ben door God goedgevonden. Maar hij ziet me niet meer los van Jezus. Exact. Hij ziet eerst Jezus en dan mij. En iemand schreef een keer, rechtvaardig zijn betekent dat je het recht hebt om voor God te verschijnen zonder spot of blaam. Ja. En toen dacht ik, wauw, dat is ook een hele mooie. Ik heb gewoon het recht om... En hij ziet mij dan, zonder al die dingetjes. Maar, hoe doe ik dat nou in de praktijk? Want al die dingetjes, die zijn er wel. En die klagen me aan. En die halen me naar beneden. Ja. En zeggen, ja, maar je bent helemaal niet als Jezus. Ja. Je bent helemaal niet rechtvaardig. En je kan dit helemaal niet volhouden. Ja. Moet ik dan die realiteit ontkennen? Moet ik zeggen, ja, maar dat is mijn oude mens? Of hoe werkt het dan? En werkt het om dan... je bewust te zijn steeds van je fouten? Of werkt het dat te overwinnen door je bewust te zijn van die plek die je eigenlijk met Jezus hebt? Mm-hmm. Ja, er staat in de Hebreeënbrief een prachtige tekst, dat wij in Christus volmaakt zijn die geheiligd worden. Dus God kijkt naar jou in Christus en dan kan hij niet anders zeggen, ik zie jou zoals ik naar Jezus kijk. Ik hou van jou zoals ik van Jezus hou. Je bent voor mij volmaakt zoals je nu bent. En morgen of over een jaar zegt God hetzelfde. Je bent voor mij perfect. En over 10 jaar zegt God, je bent perfect. En zegt, hallo, maar dit en dat dan? Ja, zegt Jacobus in Jacobus 3 vers 2. We gaan allemaal struikelend achter de Heer Jezus aan. Dat zijn die momenten. He, maar struikelen is niet terugvallen. Ja. Is zondigen, we zondigen allemaal. En ik zeg het altijd, in één zin, je bent het en je wordt het. Dus je bent heilig in Christus. Twee waarheden naast elkaar. En de Heilige Geest die nu in je woont, helpt jou om heiliger te leven. Dus je bent het al. Je bent al geheiligd. Je bent heilig in Christus. Maar de Heilige Geest helpt je reiner, heiliger, rechtvaardiger te leven. Dus je bent het en je wordt het. Ja. Maar voor God maakt het niks uit. Voor ons wel. Ja. Je geestelijke groei gaat door. Ja. Maar voor God zegt, David, over 10 jaar zeg ik hetzelfde. Het is goed, man. Waar je nu staat, dit is goed. Ja. Maar de Heilige Geest helpt ons wel te worden zoals God ons nu al ziet in Christus. Ja, ja, je hebt er zelf zoveel aan. Het is voor ons. In Job staat het zo mooi. Hè? Daar staat letterlijk, denk je nou echt dat God een goede dag heeft als jij een dagje niet zondigt? Je draagt niks bij aan wie hij is of hoe hij zich voelt. Het is vooral iets waar jij zelf van overtuigd raakt, waardoor je in overwinning kunt staan. Mm-hmm. En wat jij net noemt, struikelend vooruit, dat is eigenlijk het patroon. Dus als je valt, ben je toch 2,5 stap misschien verder naar voren gevallen. Mm-hmm. Laten we het zo zien, in plaats van weer helemaal onderaan de trap. En ik denk dat de uitdaging is die waarheid steeds weer toe te passen aan de momenten dat het dus misgaat. Want dat oude patroon zegt eigenlijk, als het mis is, dan is het... Dan ben je verloren. Mm-hmm. Dan ga je naar de hel. En ik heb iets grappigs een keer meegemaakt. Dat is eigenlijk ook weer niet zo grappig. Maar er was eens een man en die overleed. En die in het ziekenhuis was plots opgenomen. En dat was
een familielid van iemand bij ons op de Bijbelschool. En hij had wat dingen nagelaten. Hij had een tv nagelaten en een videorecorder in. En nou, die had hij dan aan de Bijbelschool gegeven. Dus wij sloten dat ding aan. Ja. En prompt ontstaan daar pornografische beelden op dat scherm. Die man die was vergeten zijn rommel even op te ruimen voordat hij opgenomen werd. Want hij had geen tijd meer voor. Maar die kerel die was wel overleden in het ziekenhuis. Ja. En ik weet nog goed dat ik toen dacht van ja, is die dan nu dan verloren? Omdat hij dat eigenlijk niet meer in orde kon maken. Mm-hmm. Dat is dat patroon. Ja, dat is die angst, hè? Die ja, maar ook zo van... Er ook angst. Stel dat ik dan zonder werkt het heb, zo? Ga ja. naar de hel. Dan, ja. dan ga ik niet naar de hemel. Ben ik dan vandaag in Christus, morgen uit Christus? Ja, maar hoe zit het dan met je onbewuste zonde? Nou, dat is... Nee, maar dat jij... Maar je zegt dat jij geen onbewuste zonde... Maar je zegt dat, wij, dat nee, maar, ik... Weet dus wat, dan zijn we allemaal verloren. Nee, maar daar heb ik dus een heel mooi antwoord op. Ja. Want in Leviticus staat een apart bloedoffer voor de onbewuste zonde. Mm-hmm. En dat betekent dus dat Jezus is de vervanging van al die offers bij elkaar. Dus zelfs die onbewuste zonde heeft hij gedragen. Mm-hmm. En de grap is dat als mensen in het hier en nu zouden zeggen... ja, maar als je fout maakt, ben je verloren. Maar ligt iemand net op de rand van het ziekenhuis en is die nu dan in de hel? Nee, God zal vast wel over zijn hart strijken. Mm-hmm. Dan zeggen we dat zo is. Maar in het hier en nu zijn we soms zo streng voor onszelf. En zeggen we, ja, nee, maar je kan niet dit of dat doen. Die stabiele basis vinden, dat je permanent oké bent. Mm-hmm. Niet als excuus om maar aan te rommelen. Nee, hè? Maar als je Jezus lief hebt, dan vallen dit soort verlangen zou ik gewoon weg. Maar wat een rust brengt dat toch, of niet? Wat een enorme vrede brengt het onvoorstelbaar. Toch? Jezus zegt ook, niemand kan jullie roven uit mijn hand. Tenzij, wat Petrus in zijn brief schrijft, maar als de zwijnen terugkeren naar onze, nou je weet wel, varkenshok, en die gaan weer leven zonder Christus. Ja. Wat ook in Hebreeën staat, hè, dat er sommigen zijn die de krachten van de toekomende eeuw geproefd hebben, hè, Hebreeën 6, maar uiteindelijk God willens en wetens de rug toegekeerd hebben. Dan denk ik, hoe is het mogelijk? En dat kun je niet voorstellen. Maar dat geldt toch niet voor... De meeste kinderen van God. We houden van God, we houden van de Heer Jezus. We verlangen naar het werk van de Heilige Geest. Ik denk wel eens dat een heleboel mensen... en zullen we waarschijnlijk straks ook verder over doorpraten... mensen ogenschijnlijk voor ons of voor de kerk een afkeer van God hebben... maar ze hebben een afkeer van mensen en hoe die God gepresenteerd hebben. Dat is een topic, hè? Maar daar gaan we nog over praten. Ja, dat gaan we gewoon doen. Ja, dat is interessant. Maar hè, wat er dan ontstaat is als dat beeld in jou zegt... Ben je, gedraag je goed, dan hoor je erbij. Misdraag je, dan vlucht je eigenlijk die schaduw in en dan vlucht je weg. En als die veroordelende vinger daar dan wijst vanuit de kerk en zegt, je bent niet oké. Okay, dan heb je eigenlijk geen keus dan te kiezen van, dan ben ik dus niet oké. En hoor ik dus ook maar niet meer bij God. En dan nemen heel veel mensen de afslag die ze nooit hoeven te nemen. Ja. Omdat Jezus eigenlijk zegt, hey, ik heb het gewoon gefixt. Ja, dat is helemaal waar. In mijn boek Live and Love schrijf ik dat zonde een symptoom is. Hè, van een onderliggende pijn en slecht beeld van God, maar ook een slecht mensbeeld hebben. Van jezelf. Van jezelf. Niet houden. Een verwrongen godsbeeld en een verwrongen mensbeeld. En we moeten niet aan symptoombestrijding doen. Kijk, zonde, de Bijbel is heel duidelijk dat God zegt, ik verafschuw de zonde, maar... Die tekst wordt ook zo vaak gebruikt. Waarom verafschuwt God de zonde? Omdat hij ziet wat zonde met ons doet. Ja, dat maakt je kapot. Wat jij net al zei, het gaat dus om ons. Ja. Niet dat God zegt van, nou, ik val van mijn troon als ik jullie zie zondigen. Nee. Welk beeld heb je van God? Ik bedoel, sowieso de onzichtbare. Maar er wordt letterlijk gezegd, als wij onze zonde niet opruimen, dan kan God niks doen. Ja, nou, de Bijbel staat... Alsof het van ons afhankelijk is. Ik mag je niet aanraken. Een van mijn zonen, die zei laatst, pa... Het Oude Testament, hè? Dat is toch eigenlijk niet zo heel erg christelijk? Hoe mensen met elkaar omgaan. Nee, die regels zijn. En maar God verafschuwt de zonde. Maar weet je, God. Zonde is voor God het probleem niet. Echt niet. Nee. Want het zondeprobleem is opgelost. Ja, in Jezus. In Jezus. Dus alleen hoe verwoorden wij die boodschap? En ik denk dat we als kerk, maar daar gaan we straks dus ook wel over hebben. Ja. Voor die uitdaging staan dat we die boodschap van die goede vader gaan brengen
en van Gods onvoorwaardelijke liefde naar ons allemaal. En ook Gods volmaakte liefde voor ons allemaal. Dat God nooit meer of minder van je kan houden, omdat hij alleen maar op een volmaakte manier ons lief heeft. Dus het is niet afhankelijk van wat we doen, hoeveel God van ons houdt. Dat zijn zulke verlossende, geweldige inzichten. Oh, en wat kost het een tijd om dat echt te beseffen? En wat is het ook belangrijk dat als je zit te kijken of je bent aan het luisteren, misschien lig je te luisteren op bed, dat je realiseert dat als je daar nog niet bent, dat het niet erg is en dat je het heel erg nodig hebt om dit opnieuw en opnieuw en opnieuw te horen, te lezen, voordat het in ons systeem zinkt. Omdat we eigenlijk vasthouden aan het wereldse systeem, maar het systeem van het Koninkrijk is totaal het tegenovergestelde. En dat maakt het ingewikkeld. Maar ik gun je dat je dat gaat ontdekken. Ik gun je werkelijke vrijheid van binnenuit. Wilke, ik wil je bedanken voor dit te gekke gesprek. Wij gaan verder praten over andere topics. Dank je voor de uitnodiging. En dat gaan we zo meteen doen. Bedankt voor het kijken. God bless you. En zegen op je journey met hem.